Hoi. Zit je nou alweer blote meiden te kijken? Hè? Nee. Nee hoor, dit is de kathedraal van Cherbourg. En die van Boersje. Echt prachtige foto's. Waarom staat er dan op de omslag een blote vrouw? Oh! Goh, ja, nou, dat weet ik niet. Dat verkoopt beter, denk ik. Zo brengen ze de cultuur onder de mensen. Truffel. Nou, kijk eens naar me. Ja, mooi. Ja. Wat heb je nou aan? Mijn nieuwe kimono, David huisjas, heb ik het toch verteld? Ik schrik me rot, zeg. Ik dacht dat er een zebra binnenkwam. Wat is er mis mee? Nee, je zei dat je een schitterende kimono had gekocht. David huisjas. En dit is hem? Ja. Dit noem jij een schitterende kimono? Nou, ik niet alleen. Die verkoper zei dat ook. Ja, dat dacht je. Ja, die verkoper die zal heus niet zeggen dat hij het lelijk vindt. Nou, waarom niet? Nou, kijk, meneer, hier heb ik nog een heel erg leuk exemplaar. Ik vind hem zelf niet om aan te zien. Maar als u hem per se wil, nou ja, we leven in een vrij land. Ik had het gevoel dat die verkoper heel eerlijk was. En hij zei het ook hoor, als ik iets aan had wat hij minder mooi vond. Ja, nou, dat waren dan zeker toevallig ook de wat goedkopere vloddertjes. Niet altijd. Nee, maar vaak wel. Nou ja, bij goedkope spullen is de kans natuurlijk veel groter dat het lelijk is dan bij wat zwaardere materialen. Wat een vreselijk ding zeg. Ja, niet zo idioot, wat is er nou niet mooi aan? Nou, alles is er niet mooi aan. De kleur, de dessin, het model. Je lijkt keizer Mombasa wel. De stof is objectief heel mooi. Het is een katoenen fijne haarvezel van een fijne Japanse zijderups. Ja. Een katoen van een zijderups. Nou, dat is interessant, zeg. Dan heeft die rups zich zeker laten omscholen. Ja, of zoiets. Nee, het kwam van een of andere beroemde plantage waar ze nog met echte slaven werkte, of zoiets. Nou ja, in ieder geval, het was iets heel bijzonders. Ja. Een Chinese kimono, tevens huisjas, gesponnen door een Japanse zijderups van een echte plantage waar de zebra's nog als slaven werken. Nou, dat heeft die verkoper hier zeker op de Chinese mouw gepeld, hè? Je moet dat ding maar weer terugbrengen, hoor, want het ziet er echt niet uit. Het kan niet. Zeg, ik heb hem betaald van mijn eigen geld, hoor. Ja, maar Lucien, luister nou toch eens. Het is toch onzin? Ik wil niet dat je zo door het huis loopt, hoor. Jij wilt niet, alsof ik altijd moet doen wat jij wilt. Je loopt volstrekt voor gek, dat wil ik niet hebben. Ik loop niet voor gek. En al liep ik voor gek, als ik de hele dag voor gek wil lopen, dan doe ik dat. En als ik de hele dag deze kimono tevens huisjas wil aanhouden, doe ik dat ook. Doe maar, zeg, de hele dag. Als je maar weet dat je het restaurant niet inkomt in dat achterlijke ding. Stel je voor dat er mensen komen, leveranciers en zo. Die krijgen meteen een hartverzakking. Die zullen dat heel mooi vinden. Oh ja, nou, dan zijn ze gek. Nou, wacht maar tot Dirkje en Frits deze kimono tevens huisjas zullen zien, hè? Die zullen hartstikke jaloers zijn. Nou, ik geef toe dat ze absoluut geen smaak hebben, maar zo erg zal het wel niet zijn. Dit is een heel mooi kledingstuk, oké? Nou, oké, hoe zal ik het eens zeggen? Lucien, Karel. Dit is ongeveer het belachelijkste kledingstuk dat ik ooit van mijn leven heb gezien. Hè? Bij het carnaval in Rio de Janeiro, hè, zouden ze je oppakken en het land uitzetten. Wat ik heb? Video. Hoe kom je eraan? Gekocht, wat anders. Nou, bij jou zijn er nog wel meer mogelijkheden. Wat insinueer jij? Ik kom altijd eerlijk aan mijn spullen, hoor. Nou, hoe kwam jij dan aan het geld? Van mijn windbugs, die heb ik verkocht. Die had je toch gejat voor je vader? Daarom heb ik hem ook verkocht, hè? Ik wil geen gestolen spullen in mijn huis hebben. Sluit me tegen de borst. Hé, zullen wij een paar filmpjes maken? Tja, ik ken die filmpjes van jou. Nou, dat komt goed uit. Hoef je rol niet meer te leren. Ik wou een speelfilm maken. Oh ja? Wat voor speelfilm? Nou, gewoon dat jij een beetje met jezelf speelt en dat ik dat dan film. Zie je wel? Je mag me filmen. Dan gewoon zo.
hier? Ja, waar anders? Buiten? Nou, nee, bij jou of bij mij boven. Hoezo? Ja, kijk, als ik van jou een film wil maken, dan wil ik natuurlijk zoveel mogelijk van jou zien, hè? En niet de halve wintercollectie van Modehuis van Dijk. Vergeet het maar. Nou, je hoeft niet naakt. Oh, dat niet. Nee, je mag je schoenen aanhouden. Hey, geintje, geintje. We moeten juist zo'n lollig filmpje maken voor de leukste thuis. Je weet wel, van Linda de Mol. Hè? Kun je even heel hard met je voortanden in dat glas vallen? Ja, ik ben de gekste. Nou, of iets anders, als het maar pijn doet. Hè? Of, dat je broek afzakt. Dat is ook leuk. Jij bent niet zo belachelijk, kom hier. Ik ben niet je hondje, ik ben niet je hondje. Zie je dat wel? De mensen schieten in de lach als ze je zien. En een hele cameraploegen rukken uit om je te filmen. Nou, dat bewijst toch wel wat. Nou, Dirkje, Frits, vinden jullie nou dat ik er belachelijk uitzie? Nee hoor. Hé, Frits? Wat? Nou, hoe zie ik eruit? Oh, nou, ik zie niks bijzonders, nou, hoor. Nou, zeg, doe eens een idioot. Ben je naar de kapper geweest? Lekker uitgedund, zeg. Nee, deze jas. Oh, dat. Ja, nou, leuk hoor. Heel apart. Nou, Lucien, ga naar boven. Moet je kijken, zeg. Het lijkt wel Mussolini. Nee, dat kan niet. Die sprak Italiaans. Ik hou deze kimono tevens huisjas de hele dag aan. Vanavond in kluis. Oh ja, dat is leuk. Dan moet je vanavond ook zoals chef-kok langs de tafeltjes gaan. Dat slaat vast in. Ja, waarom niet? De zebraprins zijn heel erg in. Ik hou hem de hele dag aan. Lucien, doe niet zo absurd. Je ziet eruit als een oud wijf. Nou, nee, dat vind ik niet, hoor. Nee. Dat ziet hij hier wel, de jeugd. Die heeft niet zo'n narrow mind als jij. Nee, joh, je ziet eruit gewoon. Nou, zie je wel? Gewoon als een oude nicht in een rare Chinese overgooier. Is hartstikke leuk. Frits. Jezus. Wat moet je? Wil je wat voor me doen? Voor hoeveel? Ja, wil je niet eerst weten wat je moet doen? Nee, ik vind het bedrag interessanter. Nou, 25 gulden. 35. 30. Oké, laten we het afmaken op 40. Ja, 35 dan. En je zei net 40. Ik zei helemaal geen 40. Jawel, dan zeg je het weer. 45? Nou, over mijn lijk, hè. 40 en geen cent meer. Oké. Nee, wil je niet weten wat het is wat je moet doen? Oh ja. Ja, nou, zeg het maar. Nou goed, die, die jas, hè, van Lucien. Die moet in de was of naar de stomerij. Oh ja? Nee, niet nu. Straks. Hè, als jij ermee klaar bent. Hè, als je begrijpt wat ik bedoel. Oh, jij wil dat ik die jas bevuil? Ja. Ah. Ja, ik ken dat van Lucien. Die gaat door tot de bittere einde. Die blijft tot vanavond met dat achterlijke ding rondlopen. En dat kan ik niet hebben. Nee. Vooruit betalen. Ja, zeg, ben je besonnen? Jawel. No pay, no cure. Dat is 1, dat is 2, dat is 3, daar komt 4. Vuile oplichter. Jawel. Zo, en waarmee moet ik dat doen, dat bevuilen? Maakt me niet uit, als je het maar goed doet. Pak maar een goed gemeen spul dat nergens meer uitgaat. Goed gemeen spul dat nergens meer uitgaat. Moet echt iets heel gemeens zijn? Ja, dat kan niet gemeen genoeg. Iets wat de vlekken erin brandt, zou ik maar zeggen. Precies. Nou, dan weet ik wel wat. Oh ja, wat dan? De huiswijn. Waar is Lucien? Dat weet ik niet. Ah. Wat heb je zoal in de keuken? Wat bedoel je? Dingen om mee te gooien. Nee. Ik bedoel, stel, hè? Ik wil zo'n filmpje maken voor die home video's. En ik zou bijvoorbeeld, zou ik dan iemand iets over zijn kleren willen gooien, hè? Zodat die hartstikke vies wordt. Wat kan ik dan het beste nemen volgens jou? Dikke Willem. Dikke Willem? Ja, zo heet dat. Dat is die smeltsju. Kijk. Oh, ja. Ja, dat is een goed idee. Hé, hey, maar niet over mijn kleren, hè, want dit is net nieuw. Nee, dat zou zonde zijn. Nee, dan kun jij beter je kleren even uittrekken voordat we weer gaan filmen. Hè? Hou je op! Kijk, dit is een multifunctionele camera, hè? Behalve voor die home video's kunnen we hem ook gebruiken voor zinnenprikkelende sfeerbeelden, zou ik maar zeggen. Jij houdt nooit op. Nee, dat komt omdat jij er nooit op ingaat. Je mag me filmen, maar niet tot ik val en ook niet naakt. Ja, nou, dan kan ik dus net zo goed een speelfilm maken over het leven van een geranium. Ik bedoel, je hoeft helemaal niet helemaal naakt voor een mooi filmpje. Gewoon een afzakkend BH-bandje, dat is toch wel leuk? Wat is daar nou leuk aan? Dat wil gewoon zeggen dat je een veel te grote BH hebt gekocht. En als ik je nou eens geld bied? Ook niet. Voor hoeveel dan ook? Nee.
Doe je het ook niet voor 10.000 gulden? Tuurlijk wel, maar dat heb jij niet. Nou, die schijn je te kunnen winnen met zo'n filmpje waarin mensen hun rug breken. Of hun baby setjes pingpongballen laten inslikken. Nou, je gaat je gang maar. Zeg, jij bent Lucien nogal goed gezind, hè? Ja, hoezo? Beter dan Karel. Wat heb je nu weer bedacht? Ik heb niks bedacht. Karel heeft iets bedacht. En daar heeft hij mij voor ingehuurd. Als een soort huurmoordenaar, maar dan dus zonder moord. Wat dan? Kunnen we daar geen zaken over doen? Hè? Als je me jou nou een beetje laat filmen. In een beetje lollige posities, zal ik maar zeggen. Hè? Dan vertel ik waar Karel mij voor heeft ingehuurd. Is dat iets ergs dan? Is behoorlijk. Nou, wat is het dan? Nee. Eerst filmen. Nee, eerst zeggen wat het is. Ja, en dan zeg ik het en dan zeg jij dat het niks is. Ik ben gek. Ja, of ik ga zitten filmen en dan zeg jij het en dan blijkt het niks te zijn. Ja, dit is een soort koude oorlog dus, hè? Daar komen we niet aan. Weet je wat? Jij geeft mij die camera. Ik film mezelf. Zonder truitje? Zonder truitje. En dan vertel jij wat het is. Het is een prima deal. Kijk, met deze neemt hij op. Oké. Ja, ga jij maar even weg. Oh. Hey, Frits! Kom maar! Is het gelukt? Ja, denk het wel. Prima. Nou, wat is het? Oh, ik moet Lucien zijn kimono vies maken, zodat hij hem vanavond niet meer aan kan. Echt? Ja, en jij hebt me geholpen, hè? Dikke Willem gaat eroverheen. Is het een beetje een lekker filmpje geworden? Denk het wel, ja. Linda de Mol die zal opkijken. Linda de Mol? Noem me een lol. Deze is voor Frits de Cat. Ik ga hem meteen bekijken. Verrek. Ze heeft reclames op de buik getatoeëerd. Away and in my new kimono. Lucien, waar is Karel? In de keuken. O jee. Zo. Lucien, meekomen, nu, snel. Huh? Lucien, vraag niks. Ik leg het je allemaal later uit. I will only say this once. Huh? Snel! Oh, hey, daar heb je wat. Wat is er aan de hand? Sst. Waar is Dirkje? Niet gezien. Dit is Dikke Willem. Hé? Dikke Willem? Ja, Dikke Willem, dat is Jus. Die gaat bij Dirkje over de nieuwe kleertjes. Bij Lucien bedoel je? Nee, ja, ook. Ja, nou doet het dan nu. Hij is nou binnen in het restaurant. Nee, er is helemaal niemand binnen in het restaurant. Is Dirkje hier ook niet door naar buiten gegaan? Hij was er net nog. Oh, misschien weet hij wat hem te wachten staat. Ja, hoe kan dat nou? Dat kan toch niet? Nou, ze gebruiken camouflagetechniek hoor, de vuillakken. Over wie heb je het? Ze vechten niet eerlijk. Ze tatoeëren reclames op hun buik. Ze? Wie zijn ze? De tegenpartij. Lucien bedoel je? Ja, en zijn handlangster. En we moeten ons een beetje verdekt opstellen. Dan komen ze vanzelf wel weer tevoorschijn. En dan zullen we ze even hun vet geven. En ik dacht dat je wijn zou gebruiken. Nee, joh, die zuur is veel beter. Behalve kleurstoffen, ook nog vet. Maar ik moet wel opschieten. Ja, dan moet je zeker. Over anderhalf uur zijn we open. Nee, dat is het niet, hoor. Dat is niet het grootste probleem. Wat dan? Dikke Willem begint hard te worden. Hier zijn we veilig. Wat is er aan de hand? Zo, je zoekt ze ons nooit. Huh? Wie? De tegenpartij. Huh?
Ja, ik heb zijn kunstje geflikt, dus nu zal ik op moeten passen, hè? Oh, wie heb je het? Lucien, luister. Ja. Ik ben erachter gekomen dat Frits achter je aan zit. Goh, wat leuk. Met een jukom. Met een jukom? Heeft hij iets speciaals in gedachten? Ja, ja, om dat over jou te gieten. Nou zeg, ik ken heel veel variaties en standjes, maar elkaar jukommen over het hoofd leeg gooien, nee, die ken ik nog niet. Het gaat om je jas, je kimono. Hè? Hoe? Karel die heeft Frits ingehuurd om je kimono onklaar te maken, zodat jij hem vanavond niet aan kan. Ah, nee. Ja, moeten we wat bedenken. Ja, ja, wat? Ik weet het. Oh ja, wat? Een list. Oh, briljant. Helaas, daar zijn wij. Het spel is uit. Zij die met Suga gooien, groeten u. Kromaturi, Tessa, Loetant. Niet bij Frits, je doet het niet, hè? Als je dat idiote ding uittrekt, dan gebeurt er niks. Ja, ik trek aan wat ik wil, oké? Okay? En jij gaat er ook aan, bitch, nieuwe kleren of geen nieuwe kleren? Je doet het niet, Frits. Ik krap je ogen uit. Oh ja? Ik heb een nagelvrije bril, Poppy. Vergeet het maar. Hé, nou, Frits. Daar gaat hij dan. Eén, twee... Nee. Oh, wacht even. Karel, wil jij het doen? Dan kan ik het filmen voor de home video. Daar win ik vast de prijs mee. Ja, zeg, ben je gek? Ik heb jou betaald, hoor. Jij doet het. Oh. Ik waarschuw je, Frits. Ja, dat hoor ik. Ah, kom op, Karel. Nou, zeg, dit is pure maffia. Je krijgt je geld terug als ik het mag filmen. Oké, okay. Plus 25 gulden. Plus... Vuile afperser? 15. Oké, okay, 10, maar geen cent meer. Oké, okay, dat is goed. Hé? Shit. Ga je gang maar, hè? Zo, camera loopt. Ja, gooi hem maar. Nee, daar gaat hij. Niet doen, Karel, niet doen. Oké, okay, beloof je dan dat je dat achterlijke ding niet in het restaurant zal dragen? Nooit, nooit. Oké. Okay. Au, wat mooi, wat mooi. Ja, Dirkje ook, Dirkje ook. Dat doet u jezelf maar. Oké. Het kan me geen reet schelen. Als je liever hebt dat ik vanavond met een stinkende kimono tevens huisjas de tafeltjes langs ga, dan doe ik dat. Dat zal mijn worst wezen. Maar één ding staat vast, mannetje. Ik trek hem niet uit. En vanavond ook niet in bed. Zo, ik ben solidair met Lucien. Wat doe jij nou? Jij gaat vanavond ook lopen stinken. Prachtig, prachtig. Oh, wat mooi. Oh, nu nog een close-upje voor de home video. Close-upje op niks, dat maakt voor jou niks uit. Oh nee, waarom niet? Je hebt je bandje nog in je zak. Lulu? Lulu, ik bied mijn verontschuldiging aan. Het spijt me. Echt? Ja, het is vreselijk. We hadden het nooit zo ver mogen laten komen. Nee. Zullen we dan een compromis sluiten? Wat dan? Ja, kijk, het is niet goed voor jou en het is niet goed voor de zaak als je in dat stinkende ding blijft rondlopen. Hè? Zullen we dan in de wasmachine stoppen en uitwassen? En dan kan je tenminste in een schone kimono annexe huisjas de gasten langs gaan. Dat vind je dan wel goed? Ja, wat moet, hè? Het is geven en nemen in een liefdesverhouding. Oké, okay, compromis? Oké, okay, lijkt me een redelijk voorstel. Oké, okay, zal ik hem dan meteen even aannemen en in de wasmachine stoppen? Nee, dat doe ik wel, want er moet wasverzacht erbij. En jij doet het altijd in het verkeerde bakje, hè? Nee, ik doe het wel. Ik maak dit even af en ik kom zo naar boven. Oké, okay, dan ga ik vast, hè? Okay. Zie ik je daar. Tot strakjes dan. Ach, gossie. Als die zo doet, hè, dan vloeit meteen alle boosheid bij me weg, hè. Ik weet het niet. Hmm? We zijn toch ook kinderachtig. Het zou toch ook idioot zijn als ik met deze kimono de tafeltjes langs zou gaan, hè? Ik trek vanavond gewoon mijn eigen kleren aan. Ik weet het niet, hè? Huh? Wat weet je niet? Nou, hij deed zo poeslief. Oh, maar hij kan echt heel erg lief zijn, hè? Ik weet het gewoon niet. Hmm? Zo jong en al zo wantrouwend? Ja, of zo oud en dan nog zo naïef, hè? Ik bedoel, met die wasmachine. Volgens mij zit Frits erachter. Hé, achter die wasmachine? Ik bedoel dat het hele zaakje een beetje stinkt. Ja, daarom gaat hij ook in de waas. Prima hoor. Je kan hem zo achter het raampje over zijn kopje zien duikelen. En de smeltje die verdwijnt als sneeuw voor de zon.
Oh, die gaat toch zo lang in je gewone kleding? Karel, we stellen ons aan. Ik ga vanavond... Nou, zeg, dat gaat goed. He? Zeg, met jouw Chinese kimono, Annex Zebrapad. Hè? Je kan hem zo achter het raampje zien zitten schuimen, de slet. Ja, maar ik zei net even Karel, dat ik vanavond... Nee hoor, die is straks weer hartstikke schoon en droog. Hè? Om 10 uur loop jij weer rond in je baljurk. Ik bedoel, ik ja, zei dan net even Karel... vreselijk aangesteld. Ik begrijp niet wat me overkwam, hè? Dat ik er zo tegen was dat je dat ding aan zou houden. Ja, maar dat is echt niet zo lelijk, hoor. Wel, nee, en ik kan dat toch ook helemaal niet objectief beoordelen. Oordelen. Wat weet ik daar nou van? Ik weet nog helemaal niks van badmode. Dierentuinmode. Dat is toch een zebrapak? Nou, ja. We zullen wel zien hoe de mensen er vanavond op reageren. Hè? Misschien wordt het wel een doorslaand succes. Kareltje, dat ik wou vanavond... Jongens, de eerste mensen zijn binnen. Oh, okay. Ja, jongens, arbeiden! Kom. Alles in orde? Ja. Ja, ik dacht het wel, hoor. Ja, ja. Lucia heeft een heel uitgebreid wasprogramma geprogrammeerd. Met eerst een voorwas, en dan een hoofdwas, en dan nog een afwas. Dus, ja. En is dat goed? Ja, ja. Dat is uitstekend. Hè? Op één klein dingetje na. Oh ja, wat dan? Ja, nou ja, hij had hem op 30 graden gezet. Hè? En op 30 graden krijg je die hardnekkige vlekken er natuurlijk nooit uit. Nee, dat lijkt me ook niet. Dus ik heb hem maar even op 90 graden gezet. Veel beter. Ja, ja. En ik heb er ook meteen maar even die nieuwe rode trui bij gedaan. Ja. En die broek die ik net groen had geverfd, die... ja. Prima! Ja. Kunnen we dan nu weer even afrekenen? Twee Irish koffie voor tafel 5 en een Grand Dessert voor tafel 4. Lekker druk, hè? Nou, hey, het is 9:15. Dan moet die wasmachine opdrogen. Hey, laat maar, joh. Dan ben je gek, dan krijgen ze helemaal wat ze willen. Nee, ook al doe je dat ding niet aan, hij moet hier gewoon droog en wel aan het haakje hangen. Voor mij hoeft het niet. Nou, voor mij wel. Zo. Waar gaat die heen? Ah, joh, dat maakt niet uit, het is toch wel te laat. Oh! Kun je het nog een keer doen voor de home video? Sodemiet erop, Frits. Maar kun je dan niet iets laten vallen? Een bord soep of zo, over iemand heen dan? Donder op. Of dat je wijn over iemand heen giet. Hè? Als je dat doet, hoef je me niks meer terug te betalen. Frits, weg. Ik ben bezig, ja. Of jongleren met aardappelen en dat dan mislukt of zo. Of knikkeren met de balletjes uit de soep. Frits, als je nou niet binnen 10 seconden opgesodemieterd bent met die camera, dan zal ik jou eens filmen, buiten, als je onder een auto komt. Oh jee, ik ben bang dat er boven een Japans aapje uit een Chinees mouwtje is gekropen. Michel? Ja, wat is het? Je jas. Het is je Chinese kimono, tevens huisjas na de was. Hij stond op 90 graden en er zaten allemaal gekleurde spullen bij. Wie heeft dit gedaan? Ja, de tegenpartij. Ja, er is dus niks meer aan te doen. Nou, dat zullen we nog eens zien. Ja? Karel. Karel! Kom, keuken! Jij ook, Frits, hap, keuken! Niet zo belachelijk schreven, zeg. Ben je helemaal bestolen met het? Wie heeft dit gedaan? Wat? Dit. Is dat een niet te geloven? Wie heeft dit gedaan? De wasmachine. En nog lachen ook. Ik weet echt niet hoe het komt. Nee, ik ook niet. Nou, dat is nou vreemd, zeg. Yes. Weet je wat ook vreemd is? Nou? De manier waarop ik straks het restaurant binnenkom. Zullen we ook lachen? Zo, goedenavond. Heeft het gesmaakt? Ja, het was eerst. Verder, president. Ja? En u had de pasta van mevrouw. Ja, mooi! Ja, begrijp je? Ja, mooi! Oh, wat mooi! Ja! Ja, nee! Draai om! Ja, draai je om! Draai je! Ja! Je leeft iets meer! Ja! Ja! Oh, nou, hé, hey, als ik daar die 10.000 gulden niet meer win, dan weet ik het niet meer, hoor.